Staatsoliemaatschappij NV draagt iedere maand 250 miljoen SRD over aan de staat. Het gaat om opbrengsten die worden verkregen door de verhoging van de olieprijzen in de wereld sinds de COVID-19-pandemie. Staatsolie algemeen directeur Anand Jagisser zegt dat het jaar goed is afgesloten met een winst van 213 miljoen Amerikaanse dollar. Dat is inderdaad een hele goede. De olieprijs was ook iets hoger in 2021 na COVID. Na de COVID-periode merkte men dat er eigenlijk te weinig olie in de wereld was. En de prijzen zijn toen omhoog geschoten. Dus daar hebben we ook van geprofiteerd. De overheid ook. Ik mag u zeggen dat we nu per maand toch een goede, ja, eigenlijk moet ik het in SRD zeggen, 250 miljoen SRD per maand overdragen aan de staat. Staatsolie heeft in 2020 obligaties uitgegeven die volgens de topman succesvol zijn verlopen. Het bedrijf heeft inmiddels reeds alle halfjaarlijkse rentes uitbetaald. Obligaties zijn erg in trek en dus zal de oliemaatschappij de komende periode meer obligaties uitgeven. We gaan natuurlijk in de offshore investeren en we zijn van plan nog meer obligaties uit te geven om ook dat te kunnen financieren. En aangezien we vaak praten over diaspora, willen we natuurlijk wel de route volgen van de lokale mensen met voorkeur. En dan als er nog een behoefte is, dat we ook in de diaspora kijken. En daarna als derde gewoon wereldwijd kijken. Het bedrijf draait goed. We hebben onze jaarrekening over 2021 uitgegeven. Belangrijk. En zeker voor een staatsbedrijf. We zijn een van de eerste die altijd netjes zijn met onze jaarrekening. Want daar leg je verantwoording af over wat je met het geld hebt gedaan. Dat je is toevertrouwd en of je de productieresultaten hebt gehaald zoals je had beloofd aan de investeerders. Heel belangrijk rapport. En ik denk dat dat vertrouwen dus van daaruit komt. Het volledige interview met Anand Jagisser kunt u woensdag beluisteren in ons programma In Gesprek Met om 5 uur 's middags via 12.1.